En hij is tradable uit een 100k pack. Hermanos en hermanas van Team Yanigo. Het is vandaag donderdag. Het is koud aan het worden. De winter komt dichterbij. Maar donderdag betekent natuurlijk altijd Weekend League Rewards. En de Vision Rifles. Alle twee. Vandaag gaan we die sowieso openen. En niet alleen dat. Want op dit moment, zoals jullie kunnen zien, hebben we 363.000 muntjes op Team Yanigo. En ik heb vandaag grote plannen. Vandaag heb ik grote plannen. Er komt een team aan. Die gaan we vandaag maken. Ook door... op basis van wat jullie tegen mij hebben gezegd in de comments en op Instagram, Yannick Lopez, _. In de afgelopen week hebben we natuurlijk hele zieke dingen gepakt. Laporte, Rulebreaker, Varane, waardoor we gewoon veel meer geld hadden. En vandaag gaan we dus een team daarvan maken. Maar eerst gaan we natuurlijk de rewards openen om te kijken wat daar nog bij komt. Want ja, die rewards zijn natuurlijk geld waard. En laten we gewoon gaan beginnen met de Division Rivals. Vorige week in deze video was ik dat vergeten. Ik had helemaal niet meer in mijn hoofd van, ja, weet je, ik speel ze niet. Maar je krijgt er natuurlijk wel rewards voor, ondanks dat je ze niet zelfbewust speelt. Krijg je daar natuurlijk punten van vanuit de Weekend League, de 30 games die je daar wel speelt. Die gaan we openen. Dat is wat we krijgen voor Division Rivals. Nogmaals, niet gespeeld. Dit is puur op basis van wat we dus hebben gepresteerd in de Weekend League. Dat is deze week goud 1 geweest. Vorige week hadden we Elite 3. Ik begon goed, 11-0. We hebben ook even gestreamd. Ik heb veel van jullie gesproken tussendoor. Jullie hebben ook gezien hoe het gegaan is. De gameplay was gewoon heel vaak niet goed. Is natuurlijk iets wat we weten ondertussen. En gewoon accepteren. Weet je, pech, jammer. Een keertje goud 1. Wie weet gaat het gewoon goed uitpakken. Dat gaan we vandaag zien, want jullie weten het. Heel veel mensen met goud 1, goud 2, zelfs goud 3. Packen gewoon goede dingen. Laten we beginnen met de reward. Het is tijd, het is donderdag, het is packdag. Ik ben benieuwd, ik heb hier een klein theetje staan. Is op dit moment nog ietsjes te warm, maar... je weet toch? Even kijken, goed. Even kijken. We gaan wel borden krijgen. Chili, CVM. Aranguiz. En zoals jullie waarschijnlijk weten, want jullie hebben natuurlijk ook zelf Weekend League gespeeld en jullie hebben zelf ook hier die rewards geopend. Laat sowieso hieronder even weten wie je gepakt hebt en of dat goede dingen zijn geweest en of jullie daar blij mee zijn. Wat ik wil zeggen, jullie weten natuurlijk zelf ook dat in het team van de week van deze week Valverde, onder andere Valverde, zat van Real Madrid. Omdat hij natuurlijk een goede wedstrijd speelde in El Clasico, scoorde. Helaas, natuurlijk, want wij zijn Barcelona. Maar goed, mooie wedstrijd. Real verdient gewoon het, denk ik, uiteindelijk. En Joe Gomez dus, die ook een team van de week speler is. En beide spelers gaan iets te maken hebben met het team die wij zo direct gaan maken. Dus blijf sowieso hangen, of we ze nou wel of niet packen. Er gaat iets heel interessants gebeuren zo direct met het team. Want ik heb wat gemaakt, jongen. Ik heb wat gemaakt en de mensen die mij volgen op Instagram, die zullen al ietsjes meer weten van wat er komen gaat. Maar blijf dus sowieso checken voor het team die we gaan maken en waarmee we de Weekend League gaan spelen. Met een super, 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 super interessante icon. Dus dat sowieso. En zoals jullie kunnen zien, dit zijn de packs. Ja, het is niet fantastisch. Eigenlijk heel, heel slecht. En ik stuur ze gewoon lekker naar de club. Omdat we ook in de video van vandaag doen we de marquee matchup. Die komen zo direct om 7 uur. Die zijn nu nog niet online. Maar ik ga ervoor zorgen dat die gewoon in de video verwerkt zijn. Omdat daar ook best wel vaak gewoon wel wat goeds uitkomt. Dus die wil ik gewoon meenemen aan marquee matchups. En ik heb gehoord dat vandaag ook de Halloween gaat beginnen. Zeg maar. Dus Halloween SBC's. Wie weet doe die er ook gewoon bij in het geval dat we wat leuks packen. In ieder geval voor nu. Goud 1. Weekend League Rewards. Team Yanigo. 50.000 munt is wat we krijgen. 200k pakketten. Super dik. En natuurlijk 2 player picks met een keuze van 4. Nogmaals, ik hoop heel erg op Joe Gomez en Valverde. Later ga ik uitleggen waarom. Kom op. Als ik één van de twee krijg, zou het al helemaal gek zijn. Ik begin met rechts. En als je zit te kijken, gooi de duimpje omhoog. Abonneer op dit kanaal, druk dat belletje in. En dan gaan we dat gewoon doen. Ik heb het gevoel dat het één van de twee wel gaat worden. Nee, Traoré. Wel leuk. Een Ajax-speler. Traoré, 84 snelheid, 81 fysiek. Leuke kaart. Hopelijk krijgt hij nog wel een dynamic image. Goed jongens, dan zijn we hier alweer gekomen. Dan zijn we toch al best wel snel weer hier gekomen. Oké, we gaan het gewoon doen. Joe Gomez of Valverde, kom op. Ah, nee. Jammer. Het is Dia, Guerrero en Samé of Bamford. Dit is de beste kaart eigenlijk. 83 snelheid, 83 shooting. Ja, weet je, voor mij maakt het niet uit. Dus eigenlijk ga ik gewoon voor Guerrero. Ik ga voor Guerrero. Hoogste rating. En dan kan ik hem altijd nog gebruiken in een SBC. Bijvoorbeeld vanavond. In ieder geval, de teller staat nu op 415.000. Onthoud dat goed. 415.000. En we gaan nu 200k pakketten openen. En ja, het is natuurlijk eigenlijk altijd zo, maar ik wilde zeggen, het doel is dat we er zoveel mogelijk uit gaan halen. Om dus zo direct het team compleet te gaan maken voor dit weekend. Als je zit te kijken, wens me geluk. Duim voor me. Het eerste pack is geopend, 100k. Kom op, we nemen een slokje van de thee. Het is geen walkout, dat vind ik al heel erg jammer. Braziliaans, dat brengt geluk. Hey, Alexandro. Kijk, als je daar die Braziliaanse vlag ziet, dan weet je al van, oké, het gaat iets zijn wat wel... van waarde zou kunnen zijn.
Ik moet eerlijk zeggen dat ik helemaal niet weet hoeveel deze man is. Misschien 20k, 30k, ik heb geen idee. Even kijken hoor. Even kijken hoor. Sandro kost 6,5k. Misschien zit er nog wat achter wat meer waard is, maar hoe kan deze... Lukaku, hey, is die er wat waard dan? Echt, ik moet je eerlijk zeggen dat ik La Liga en de Premier League, daar ben ik echt wel op de hoogte van. Omdat ik dat, ja, dat zijn toch de teams waar ik naar kijk en de spelers. Maar Italië heb ik niet echt gevolgd. Even kijken of Lukaku voor iets verkoopt. Ook 6,3k. Boys, ik word daar niet helemaal heel erg blij van. Het laatste 100k pack van de Weekend League Rewards. Kom op, een walkout is wat we willen. Een walkout is wat we nodig hebben. En dan gaan we dus door naar de marquee matchups. En dan gaan we team maken waarmee we dit weekend gaan spelen. Kom op, team Janiku. Tempje omhoog voor de pack, look. Come on. Walkout, alsjeblieft. Ja, tuurlijk een walkout. Let's go. Engels, dit kan geld zijn. CV. Joe Gomez. Team. Oh! Oh mijn god. Oh mijn god. Oh mijn god. Oh mijn god. Oh. Jongens. Joe Gomez. En hij is tradable. Uit een 100k pack. 420.000 en weer in de Team Gillet kit. Oh, mijn hartslag. 420.000 munten. 420.000 munten, hermanos y hermanas. Oh. En ik wilde hem als player pick en nu hebben we hem tradable. Ik weet even niet meer wat ik moet doen. 2 dagen terug pak ik Laporte en Varane in de Team Gullit kit. En hij brengt gewoon weer geluk. 420.000 munten. Oh mijn god, goud 1 rewards OP. Fabinho zit er ook nog achter. Wat? Fabinho zit er ook nog achter. Fabinho is 22.000. Zit er dan nog iets achter? What? Boys. What? What? Deze gaan weg. Deze gaan weg. En we staan dus nu op 436.000. Het is eigenlijk gewoon precies gebeurd wat ik wilde dat er ging gebeuren. We hebben gewoon veel geld gemaakt. Waarmee ik dus het team kan maken die ik al wilde maken. En die ik dus aan jullie wilde laten zien. Oh mijn god. Oh mijn god. Het is echt niet normaal. Wat is dit? Joe Gomez uit een 100k pakket. Tradable. Ik ga hem niet houden, jongens. Ik ga hem niet houden. Ik weet dat veel mensen van jullie zullen zeggen hou hem. Maar ik ga hem niet houden omdat hij in verhouding even te duur is. En ik ga jullie laten zien waarom. 84 snelheid, 85 verdediging, 82 fysiek. Ik ga hem per direct verkopen. 423.000 munten. What? Hermanitos, hermanitas van Team Janiku. Zoals ik dus al zei, ik zal jullie even meenemen naar het nieuwe team. Waarmee ik deze Weekend League wil gaan spelen en livestreamen samen met jullie. Mandi, Varane, Joe Gomez, Walker en Alisson. Het is eigenlijk een verdediging die fantastisch is. Ik zeg het je eerlijk, ik wil het ook gewoon bijna niet aanraken. Dus doe ik dat ook gewoon niet. Laten we het gewoon simpel houden. Wat er wel veranderd is, is eigenlijk dat rechterboogje. Valverde, Dembele en Pogba. Kanté is weg, Bill is weg. En Frenkie de Jong en Fati blijven natuurlijk wel. En zoals jullie nu zien, in een 4-1-2-2 betekent dat Valverde en Frenkie de Jong de CDM's gaan worden in Team Janiku. En Pogba gaat eigenlijk een box-to-box worden. Dus het wordt eigenlijk een speler die zowel verdedigend als aanvallend gewoon daar is. En ik hoop dat hij dat kan waarmaken. Laat sowieso weten wat jullie daarvan denken. Laat sowieso weten wat je van dit team vindt. En het idee is dus dat we Fati in de spits zetten in de 4-1-2-2. Dembele erachter als CAM. Ben ik heel benieuwd hoe die gaat presteren. Maar ja, heel veel mensen van jullie hebben tegen mij gezegd via Instagram en in de comments van haal Dembele ook. Super goede kaart. Dus ik ben benieuwd. Maar dat betekent wel dat er één plek over is. En deze plek, boys, is gewoon mijn lievelingsspeler. Mijn grootste doel in FIFA 21. Ik had maar één doel. Sinds dit jaar een nieuwe icon. En ik heb gezien dat hij nu dus op de transfermarkt staat. Voor een best wel goede prijs. We gaan bieden. En dit is gewoon het moment. Jij bent erbij dat we de allerbelangrijkste speler van Team Janiku gaan toevoegen aan dit team. Ik heb hem niet veel gezien. En ik kan niet wachten om hem dit weekend met jullie live te streamen. Weekend League. We gaan naar de transfermarkt. Fernando Torres. El Niño. Dit is het moment, jongens. We hebben... Echt, dit is voor mij, ik meen het serieus, de beste speler ooit, mijn lievelingsspeler, altijd geweest. Mensen die me beter kennen weten dat ook sowieso. Fernando Torres, echt, ik weet niet wat het is, zijn karakter, zijn prestaties, uitstraling. Eigenlijk alles wat hij heeft gedaan en meegemaakt heeft tijdens zijn carrière was voor mij gewoon
Wauw. Het enige wat ik jammer vind is dat hij nooit bij Barcelona heeft gespeeld. Dat begrijpen jullie. En wel een hele, hele belangrijke goal heeft gemaakt toen hij Barcelona uitschakelde in de Champions League voor Chelsea. Maar dat heb ik hem toen vergeven. Het was heel dubbel. Het was een heel dubbel gevoel. Ik was heel blij voor hem. Iets minder blij voor Barcelona toen. Maar ik bedoel, voor Spanje, EK 2008 tegen Duitsland. Het Stiffy. Oh! Spanje Europees kampioen. En toen ook in de EK-finale 2012 tegen Italië scoorde hij ook. Gaf hij ook een assist terwijl hij er net in kwam. In de WK-finale tegen Nederland, die zal iets pijnlijker zijn voor jullie. Begon de aanval ook bij hem, toen richting Fabregas, noem maar op, eindstand Iniesta. In ieder geval Fernando Torres. Oh, het is een mid-icon-kaart. Het is een mid-icon-kaart. Alleen al als ik kijk naar deze foto, dan krijg ik al nostalgische gevoelens. Maar dat wil je niet weten. Ik ga gewoon nu een bod doen. We gaan bieden. 1,6 miljoen. We hebben 1,6 miljoen 24. We hebben geboden op Fernando Torres, mid-icon. Ik geloof het gewoon bijna niet. FIFA is 3 weken uit. En weet je wat we doen? Als ik nu overboden word, koop ik gewoon direct die andere voor de buy-in. En dan hebben we nog gewoon Fernando Torres. Ik word echt gek. Ja, we worden overboden, man. We worden overboden. Weet je wat? Dan skippen we het. En dan zijn we even de slimste. 1624. We hebben Fernando Torres. We hebben Fernando Torres. Zit in ons team. Ik word gek. Echt, jongens. Dit is voor mij echt. Ik meen het. Jullie zien het aan me. Dit is echt, echt, echt. Wauw. My bro. Als ik hem ooit mag ontmoeten, jongens. Ik heb natuurlijk Ronaldinho ontmoet. Veel van jullie weten dat via Instagram natuurlijk gezien. Ronaldinho ontmoet was bizar. Ongelooflijk dat ik dat... Niet normaal. Maar Fernando Torres is voor mij echt... Kijk even. Oh! Hij zit natuurlijk wel op 2 chemistry nu. We moeten hem even van spits naar CM zetten. En daar is hij dan. CM Fernando Torres. Fati, Valverde, Dembele, Pogba, Torres. Frenkie de Jong, Mendy, Varane, Joe Gomez, Walker en Alisson. Dit is het team. Dit is hoe hij nu eruit ziet. Dit is team Yannick na 3 weken FIFA. Ik wil niet eens weten wat er allemaal komen gaat. In ieder geval, zorg dat je geabonneerd bent. Jullie hebben waarschijnlijk de hele video, hebben jullie deze kaart hier zien staan. Misschien betekent het wel wat. Misschien betekent het wel dat het duo eraf eraan zit te komen. Maar dat betekent in ieder geval dat jij geabonneerd moet zijn op Team Yannick. Is gratis, dan mis je niks. En zoals ik al verteld heb, dat heb je ook weer via Instagram kunnen zien. Yannick Lopez _. Komt dus binnenkort mijn eerste aflevering online van mijn voetbalserie. We gaan het veld op. Jullie gaan eindelijk zien of ik een balletje kan trappen. Dat doen we met Julian Rijkhoff, groot talent van Ajax en Jong Oranje. Zorg dat je geabonneerd bent. Gooi dat duimpje omhoog. Herman Ossi, Herman Ossi van Team Yannick. Ik zie jullie bij de volgende video.